Midden in het bos stond een klein maar prachtig huisje. Daarin woonde een moedergeit met haar 7 jonge geitjes. Op een dag moest moedergeit naar de markt om verse groenten en fruit te kopen. Kinderen, luister goed naar mij. Ik ga nu weg, en jullie mogen de deur voor niemand open doen, want dat is erg gevaarlijk. Hebben jullie dat goed begrepen? Ja, moeder. Dag kinderen, tot ziens. Dag moeder. En daar ging moedergeit naar de markt. Gelukkig hoefde ze niet ver te lopen. Het duurde niet lang of er werd op de deur van het huisje geklopt. Daar stond de gemene wolf. Met een zware stem zei hij: Hallo beste kinderen, willen jullie de deur open doen? Ik ben het, moeder. Maar de geitjes geloofden hem niet, want zijn stem was veel te zwaar. Ze deden de deur dan ook niet open. Maar de sluwe wolf bedacht een list. Hij liep naar de apotheker en kocht daar een groot stuk witkrijt. Dat at hij op, en daardoor werd zijn stem heel zacht. Opnieuw ging hij naar het huisje, en klopte nu op het raam. Hij bleef natuurlijk naast het raam staan, zodat de geitjes hem niet konden zien. En met een zachte stem vroeg hij: Hallo beste kinderen, willen jullie de deur open doen? Ik ben het, moeder. De geitjes hoorden een zachte stem, maar een van hen zag een grote bruine poot op de vensterbank. Die kon nooit van moeder zijn, en daarom deden ze ook nu de deur niet open. De wolf ging teleurgesteld weg, maar opeens kreeg hij een idee. Hij liep naar de molenaar en zag een ton met meel. Hij stak zijn grote poten erin, en die waren nu prachtig wit. Voor alweer de derde keer liep hij naar het huisje. Hij klopte weer aan en vroeg heel vriendelijk: Hallo beste kinderen, willen jullie de deur open doen? Ik ben het, moeder. Toen de geitjes de zachte stem van de wolf hoorden en zijn witte poot zagen, geloofden ze dat het hun moeder was. Ze openden de deur. Toen ze ontdekten dat het de wolf was, probeerden ze zich te verstoppen. Maar waar ze ook zaten, de wolf wist ze te vinden. at alle geitjes op, met huid en haar. Alleen het geitje dat zich in de klok had verstopt, wist aan de gemene wolf te ontsnappen. Met een volle buik liep de wolf naar buiten. Vlak bij de vijver ging hij in het gras liggen en viel in slaap. Toen moeder geit thuis kwam, schrok ze zich een hoedje. Alles lag door elkaar en ze zag geen enkel geitje. Opeens hoorde ze een geluidje dat uit de klok kwam. En daarin zat het geitje dat niet door de wolf was opgegeten. Het geitje vertelde aan moeder dat de wolf alle andere geitjes had opgeslokt. Heel verdrietig liepen ze samen naar buiten. Toen ze bij de vijver aankwamen, hoorden ze een hard gesnurk. Daar lag de wolf. Moeder geit bedacht zich geen moment en knipte met een grote schaar de buik van de wolf open. Eén voor één kwamen de 6 geitjes naar buiten. Gelukkig leefden ze nog allemaal. Moeder geit stopte nog een paar zware stenen in de buik van de wolf. Toen de wolf ontwaakte, had hij pijn in zijn buik en een vreselijke dorst. Hij liep naar de vijver om water te drinken. Maar omdat de stenen in zijn buik erg zwaar waren, viel hij in het water en kwam niet meer boven. Moeder geit en haar kinderen hadden de enorme plons en de harde gil van de wolf gehoord. Ze wisten nu zeker dat ze geen last meer van die gemene wolf zouden hebben. En zo liep alles nog heel goed af.